In onze eerste aflevering hadden we de prijsvraag. Hoe kwam Rad Verleg aan zijn bijnaam? Ja, Rad heet eigenlijk Anton Verleg. Maar goed, Rad was zeer behendig. Een sluwe speler, een slinkse speler. En Maurice Verhooy die had het goed. En hij wint hiermee 2 toegangskaarten voor NAC. En 2 toegangskaarten voor het NAC Museum. Ja, dan had ik hier eigenlijk moeten staan met de bronzen stier. Dat krijgt elke winnaar van de periodetitel. En toch, NAC verloor van Volendam. En de periodetitel ging naar VVV Venlo. Tijdens de wedstrijd werd Marinus Dijkhuizen ten onrechte, naar mijn mening, naar de tribune verwezen. En hij mag morgenavond dus niet in de dugout zitten bij de wedstrijd Telstar tegen NAC. Nu krijg ik heel veel vragen van mensen. Mag de trainer dan wel meereizen met de spelersbus? Ja, natuurlijk, Marinus moet gewoon meereizen met de spelersbus. Morgenavond, Telstar NAC. Dit is Studio NAC. Zo, niet al te veel mukken meer vandaag. Nee, is het zo erg? Ja, was een leuk tripje naar Volendam. Ik zag wat filmpjes op Facebook voorbij komen. Dat was zeer in orde, zeer in orde. Ja, dat is wel mooi dat we gewoon weer een keer naar Volendam kunnen. Een beetje redelijk zonder al te veel gezeik. Leuke regeling, gewoon om 4 uur was iedereen welkom. Natuurlijk waren de mensen al wat eerder, maar... Hoor ik aan Volendam, maar ook een goede dag, of niet? Dat gaat allemaal prima, niks aan de hand. Carnaval op de dijk? Carnaval op de dijk. Ik heb diverse Polonaise voorbij zien komen, ja. Heerlijk. Nee, er zat alleen maar NAC-cd's daar zo in die plaats spelen van de horeca. Het gaat van Nederland zaten we en Sjaakjes Café en Café Het Motje, die kennen ons nog wel. Dat zijn onze vrienden, hè, Café ja, Het Motje. Ja, die worden tegenwoordig uitgenodigd. We zijn te boeken, hè, tegenwoordig. Heb je er iets van de wedstrijd gezien, Leon? Nou, ik geloof het wel, ik weet het niet echt goed meer. Een beetje tweede helft geloof ik. De eerste helft vonden we het interessanter om in de kroeg te blijven zitten. Ik geloof dat we niet al te veel hebben gemist. We waren net op tijd voor het doelpunt. Maar en daarna begon de ellende, hè? Ja. Waarom kunnen wij dat soort wedstrijden niet winnen? Gewoon met 10 man meer komen. Ook nog eens. Ja, het is lastig blijkbaar om de beslissende wedstrijd te winnen. Dat is al lang geleden, hè? Weet je wat de laatste beslissende wedstrijd was die we wonnen? Nou. Roda thuis met Hurling. Ja. Ja, ja. De echt beslissende wedstrijd. Dat is de enige wedstrijd die we wel over de streep weten te trekken. Ja. Ja, 3-8, 5-0 winnen. Er is dan een beetje naar het karakter in ja, dat team. Ja, er zit toch een of andere ziekte in dat elftal, zullen we maar zeggen. Ik had echt gehoopt, als compleet nieuw team, 22 nieuwe spelers, dat oude NAC-virus, dat typische NAC-virus gewoon eruit is gewerkt, zeg maar, uitgeroeid. En dat er toch iets in het gebouw zit of zo, dat het toch weer dat virus weer... Oh, in het gras zitten? Ik denk het, ja. Of bij de sport zit het in bier. Moeten we gewoon alles, ja, inderdaad. NAC Ajax 2-2. Heerlijkwijk NAC 0-4. FC Den Haag NAC 1-2. Sparta NAC 1-2. 31 mei 1973 NAC tegen NEC 1-0 Bies 2-0 Brouwers. NAC wint de KNVB-beker. 11e minuut. Hoekschop NAC, stand 0-0. NAC dat merkwaardigerwijs in de competitie 2 maal van NEC gewonnen heeft. Erg scherp. Bies, dat scoort! Bies scoort! Stanley Bies, een fout van doelman Harry Schellekens. Het was een bijzonder jaar voor NAC. De bekerfinale, de eerste en de laatste keer. En NAC won de beker. In die periode was er overigens al sprake van doping. Geen doping zoals we het nu zien, maar mentale doping. Want de trainer Wiel Curve van NEC die vond het zinnig om in de krant in Nijmegen elke speler van NAC te vergelijken met een speler van NEC. Waarbij duidelijk was dat al die spelers van NEC beter waren. Onze trainer Henk Willems kreeg die krant te pakken en die werd in de kleedkamer opgehangen. En iedereen kon zien dat al zijn tegenstanders van NEC beter waren. Het gevolg was dat we er extra tegenaan gingen met een overwinning van 2-0 en de beker die hier in dit museum staat. Niet alleen voor NAC was het overigens een bijzonder jaar en een bijzondere bekerfinale, maar ook voor de supporters, John. Ik neem aan als supporter dat jij ook aanwezig was. Ja, nee, bijna, helaas. Ik was 7 jaar oud, mocht helaas niet mee van mijn vader. Nog erg boos eigenlijk om. Dat is een goede man vergeven uiteraard. Maar ja, mijn vader wilde toch liever met zijn vrienden gaan en een lekker biertje happen. En daar had hij geen jongetje van 7 jaar bij nodig. Nog steeds erg jammer. Wat ik wel heb meegekregen uit de hele verhalen is dat het een enorme ambiance was.
Ontzettend druk. 25.000 Bredana's, een grote geel-zwarte stoet naar Rotterdam en terug uiteraard. Gedronken bier. Hebben ze. Ja, bier. Redelijk gedronken. Redelijk wat gedronken, ja. Er zijn verhalen inderdaad dat het bier al op was in de rust. En dat ze in de Kuip eigenlijk niet meer wisten wat ze moesten doen. Want het bier moest aangesleept worden, maar het was overal op niet meer te verkrijgen. En dat was natuurlijk uniek. Bij ons bij NAC is dat natuurlijk een beetje vanzelfsprekend, want dat gebeurt wel vaker. Maar bij Feyenoord in het Feyenoordstadion waren ze dat niet gewend. Daarna een enorme mooie huldiging op de Grote Markt. En spelers net als Ati, Adi, noem ze eigenlijk allemaal maar op. Een ontzettend uitgelaten stemming. Een hele groot feest. Wat duurde tot in de kleine uurtjes. Ben wij Olivier of Olly Rommens? Olivier. Dat hoor ik liever trouwens. Ik hoor hier dan wel Olly zeggen, maar dat vind ik... Drie keer scoren, dan mag je Olly zeggen. Vind je niet zelf? Ja, precies. Maar het is wel makkelijker om in het veld gewoon Olly te zeggen. Dus. Ten eerste Wolverham. Ooit begonnen, hè? Ja, daar is mijn eerste club. En dan, daarna ben ik naar Lierse gegaan. Via Lierse naar PSV. En dan nu ben ik NAC beland. Wie heeft je trouwens bij PSV gebracht? Dirk Peters. Dat was dan de scout van PSV. En een Belg ook. En die heeft me dan zien spelen bij Lierse. En die heeft me dan naar PSV gebracht. Nooit doorgebroken bij Lierse SK? Nee, ja, toen was ik nog veel te jong. Dus ik hoopte gewoon om door te breken bij PSV. En, maar dat is niet gelukt. Dus, maar ja, nu ben ik hier bij NAC en dat is ook een mooie stap. Buitenom, welke voetballer adoreer jij? Zinedine Zidane. Ik dacht de Pai. Nee, ja, Depay is ook een goede speler, maar dat is niet mijn type speler. Nee, dan kijk ik liever naar Zinedine Zidane. En dat komt omdat je nu ook in de laatste linie speelt of half bij NAC speelt? Ja, ik denk dat dat gewoon een tijdelijke oplossing is van de trainer om me daar te zetten. En mijn plaats is gewoon op het middenveld en ik hoop daar gewoon de meeste wedstrijden te kunnen spelen. Wat is dat verschil tussen België en Nederlander? Hebben de Hollanders toch een dikke nek, of niet? Ja, dat zeggen ze bij ons wel, ja. Maar ja, wat het verschil is, ja, in België zijn ze meer misschien timide en afwachtend. En hier, ja, dan zeggen ze gewoon waar het op staat. Maar ja, wij denken ook vaak in België van ja, die Hollanders denken wel dat ze alles weten, maar dat is niet altijd zo. Welke buitenlandse club is waar je zegt, nou, als je ooit eens een keer naartoe kan gaan, welke is dat? Barcelona. Want? Ja, hoe ze daar spelen, dat is ook een type spel dat ik ook graag wil spelen. Dus vandaar Barcelona. Waarom zeg ik dat nou? Ooit heb je een keer een interview gegeven bij PSV TV. Toen werd het De Pai en Bayern de München. Daarom zeg ik ook, in een paar jaar tijd is het ook wel veranderd bij jou natuurlijk. Hè? Ja, precies. Maar toen die vraag ging over... ik denk dat ze toen vroegen, ja, wie vind je de beste speler bij PSV? Dus daarom had ik De Pai gezegd. Vandaar. Blij dat Mark Wilmots is opgestapt bij België. Oh. Heb je nu weer een kans? Ja, heb ik een kans. Dan moet ik eerst hier veel wedstrijden spelen, denk ik. En proberen, ja... NAC terug naar de Eredivisie te brengen. En misschien dat ik dan ooit een kans mag. Die Thierry Henry is goed bevriend met Zidane, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Zou het een oplossing kunnen zijn, of niet? Ja, het zou kunnen, maar ik zal het toch altijd eerst zelf moeten laten zien. Wat is nou jouw doelstelling? Als stel dat je carrière zit er op een gegeven moment op. En nog andere ideeën om het te doen? Zijn we altijd in de voetballerij blijven? Nee, ja, ik denk het wel, want voetbal is denk, ja, voor mij het leukste wat er is. Ik ben ook gewoon echt sportief en denk dat ik veel... Ik wil nog gaan sporten daarnaast. En, zoals? Ja, welke sporten onder andere? Tennissen, zwemmen, alles fietsen. Maar ja, ik denk dat ik wel gewoon zo'n stap als trainer zou mij ook wel liggen, denk ik. En dat doe ik ook wel graag. Maar zit er nou wel toch een verschil in de Nederlandse competitie en Belgische competitie dan? Je zelf, ja, zeker. In België is het meer op het fysieke. En hier is het meer echt op het technische. En hier kan je gewoon, ja, hier wordt gewoon nog geëist dat je gewoon voetballende oplossing zoekt. En in België is het meer van resultaatgericht. Maar dat heeft ook, natuurlijk ook niet altijd, dat heeft ook zijn voordelen. Ja. Maar... Daarom vond ik het een beetje vreemd dat de laatste tijd stond ik bijvoorbeeld in de krant. Jij als een kleinere speler en dan niet als de laatste man. Dat is natuurlijk overdreven. Je kan ook voetballen toch oplossen, of niet? Ja, precies. Je moet het niet altijd schoppen, of wel? Nee, daar zo denk ik er ook over. Als je gewoon voetballend oplossing kunt zoeken, ja, dan is het even goed als dat je de duel wint met de kop wint. Als ik nou eens eerst ga toosten op jou, op, jou, ja. Op je carrière. Dank je wel. Goede gezondheid. Staat hier naast mij een toekomstige rode duivel? Ik hoop het wel, ja. Toch wel? Ja. Ja, stiekem hoop je natuurlijk altijd van wel. Is het dan, vind je dan van belang dat je dan in tussen haakjes, nou ja, Nederland, België, buitenland, dat je dan hier speelt bij NAC Breda? Ja, ik weet niet waar ze naar kijken. Of ze kijken naar het team of waar hij speelt. Of ik hoop dat ze gewoon kijken naar de prestaties die hij levert. Maakt niet uit waar. Maar ik denk gewoon dat NAC een zeer mooie club is en ik hoop dat we
zo snel mogelijk ook terug naar de Eredivisie kunnen gaan. Weet je wat het leukste van België? Die hebben altijd wel ergens een fanclub. Ja? Hoe is het met de fanclub in Wommelgem? Nee, van Olivier Rommens? Die is er nog niet. Nee? Nee, nee, die is er nog niet. Daar moet ik nog meer voor laten zien. Nou, in ieder geval op de camera staat het. Ja, dat wel, dat wel. Dus wellicht tot gauw. Tot gauw, dat is. En succes jongens. Dank je wel. Ja, bedankt hè. Olivier Rommens. En de City-spelers, wat vind je ervan? Ja, ik had eigenlijk van Achipong wel iets meer verwacht. Ja. Die staat er nou ook niet in. Hè? Korte doet het simpelweg beter. Dat is nog wat spelertje, hè? Ja, mooi mannetje. Hè? Hij speelt wel. Klopt, en dat vliegt over het veld, hè? Ja, hij speelt wel van, nou, ik ga 60 minuten vol gas en dan moet je hem maar afhalen en Achipong erop zetten. En nou, daar komt wel het goede. De goede energie uit. Dat is heel erg aanstekelijk. Barker, wat vind je daarvan? Barker, ja. Ik heb het idee dat hij nog niet het achterste van zijn tong laat zien. Of dat hij het nog niet kan laten zien. Ik ben wel blij dat hij de corners neemt. Ja, die zijn wel goed van hem, hè? Ja. Die vallen wel lekker voor de goal. Ja, ja. Die krullen goed, die dalen net op het juiste moment in. Het is iets wat we bij NAC 100 jaar niet meer hebben gezien. Alleen, hij moet wel een keer belangrijk worden. Ja. Of zelf scoren of een beslissende voorzet geven. Ja. Dat zit er ook nog net niet in. Het is allemaal net niet. Het is allemaal zijn net over, net naast. Spelers die nog niet net genoeg, snel genoeg aansluiten. Ja, dat gaat ook onze tijd kosten. Het ziet wel dat hij met Smith Brown, de back, dat hij daar al jaren mee heeft gevoetbald sinds zijn 15e. Kun je gewoon zien, die hebben gewoon leuke 1-2'tjes. Die begrijpen elkaar goed. Ja, daar moet nog veel meer uit kunnen halen zijn. Maar als we eenmaal succes hebben, dan denk ik wel dat het heel groot gevierd gaat worden. Allicht, dat kunnen we. Daar zijn wij goed in, hè? Sowieso, vooral de voorpret. De voorpret want, alleen al, ja. Als we twee wedstrijden achter elkaar winnen, dan denk ik dat we allemaal weer op zijn gegaan, hè? Ja, we hebben hoge verwachtingen. En dan nu de prijsvraag van de maand oktober. U heeft een uitzending gezien over de bekerfinale in het Feyenoordstadion. Bijzonder voor NAC. Deze keer willen we toch een iets of wat moeilijkere vraag, want het is natuurlijk vrij simpel wie de doelpunt maakte. Dat gaan we u niet vragen. We gaan u vragen in die desbetreffende wedstrijd toen NAC de beker won tegen NEC. Wie was de scheidsrechter? Ik weet het. Nee Wim, dat is helaas niet de bedoeling. Jij als museumbeheerder, sowieso samen met Ad en wij helaas ook niet, mogen niet meedingen naar de prijs uiteraard. Dat zou een beetje oneerlijk zijn. Nee, dat kunnen we niet maken. Nee, beste mensen. Daar gaan we niet aan beginnen. Uw goede... Daar kan het niet worden. Uw inzendingen kunt u sturen naar de sportkantine. Apenstaartje hotmail.com en dat voor 23 oktober. Nauwelijks in. Dierks. Trouwens staat daar. Trouwens. Trouwens scoort. Een fout in die defensie zeg. Met nog 16 minuten te gaan. Scoort Ad Brouwers daar. 2-0 voor NAC. Dat met een rug tegen de muur aan heeft gestaan. Ooit begonnen bij Baronie in Breda? Ja, klopt. Heel lang geleden. Maar hele goede voetballers voortgebracht. Ja, Adi Brouwers, Nico Reinders. Nico Reinders, Gerrie Dijkers, Kees van Iersel. Gisteren nog gezien bij het feest van Kees Rijvers. Fantastische happening was dat. Nou, de boekpresentatie weer, tribute to Kees. Ja, tribute to Kees Rijvers. Ja, een beetje feest van herkenning, hè. Oude mannen. Theo Papelats heb ik weer eens ontmoet. En, Jan Juring, Kik van der Val, Jan Mulder. Echt een feest van nostalgie, hoor. Dat is het. Dat waren hele goede voetballers. 1968, wat misschien heden ten dagen niet meer zou kunnen of mogen bijna. Een transfer van Baronie naar het NAC. Toen was het nog gewoon NAC zonder Breda. Ja, ja, dat ging wel een beetje apart. Ik werd eigenlijk geruild tegen drie spelers van NAC. Onder andere Ferry Piraar was daarbij. Twee anderen kan ik me niet meer zo snel herinneren. En dat was de overgang van mij naar Baronie. Er kwam dus geen geld bij te pas. Maar ja, in die tijd kreeg je dan nog 10% kreeg die speler van het transferbedrag. Maar er was geen transferbedrag. Ik kan moeilijk 10% van die drie spelers nemen. Ja, en toen begon ik wel te twijfelen. En mijn vader die begeleidde mij toen nog een beetje. En
toen zei hij, ja, moeten we het nou eigenlijk wel doen en nog even wachten. En toen kwam de voorzitter van Baronie, Chef Segers, een fantastische man, die was eigenaar van een juweliersbedrijf. En die zei, hou zijn carrière nou niet tegen, laat dat nou maar gaan. Dan krijg je van mij een prachtig, hoe noem je dat, Wedgwood servies voor mijn moeder. Nou, ben ik eigenlijk voor dat servies ben ik gezwicht en zo ben ik bij NAC gekomen. Dat servies... Andere tijden, Johan. Ja, maar hele leuke tijden. Ja, ja, ja. Dan op een gegeven moment 1969. Georg Kessler, de grijze eminentie, roept jou op. Ja. Nederland, Tsjechoslowakije. Ja, 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 ja. Ik had al wat met Jong Oranje ook gespeeld. Daar was hij trouwens ook coach van toen in Denemarken onder andere. En toen, toen werd ik opgeroepen voor... dan moet ik wel bij zeggen, dat was weer in zo'n periode dat ze bij Ajax weer moeilijk deden. Vooral Johan Cruijff over geld en zo en over dat soort dingen en arbeidsvoorwaarden, weet ik het. En toen heeft de KNVB gezegd, we nemen geen spelers van Ajax, die zijn te veel opstandig, te opstandig. Nou ja, en toen kwamen ze, toen kwam ik in beeld, zeg maar, want ik zat daar wel duidelijk onder. Maar goed, het was wel een fantastische ervaring natuurlijk. Ik heb een paar keer ook in reserve nog gezeten tegen Polen en Israël. Voor degene die nou thuis mee zit te schrijven, vroeger had je Fries Vertuurhout. 2-0 is het, hè? Ja, 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 ja. 2-0. Ja, die wedstrijd, nou, en die wedstrijd van Tsjechoslowakije was natuurlijk een hoogtepunt in mijn carrière. Omdat ik was overigens invaller, hè, dus zeg maar in de rust viel ik in. Ja, en die wedstrijd die liep zo fantastisch goed. Ik heb nou nog steeds spijt dat er toen geen beelden van over zijn gebleven, want dat had ik nog wel graag gehad. Wel vanuit het stadion die jou aan je hart legt, de Kuip. Ja, de Kuip is, dat maakt wel indruk hoor, als je daar de eerste keer die trap afkomt en dan die trap op, trap je op het veld op. Ik weet nog dat we zo moesten lopen en een gang door en dan meteen als je links afsloeg, dan kwam die trap naar beneden. Maar ik liep zo rond te kijken zo en ik loop achter die andere gasten aan die ook naar beneden lopen. Maar ik wist helemaal niet dat daar een trap was. Ik flikkerde gewoon een paar treden naar beneden. Zo'n indruk maakt dat toch wel. Diezelfde trap. Maar Kuipvrees, dat is er niet bij geweest. Nee, maar diezelfde trap. Ja, 4 jaar later, 1973. NAC. NEC. Ja, bekerfinale. Ja, dat is natuurlijk ook een hoogtepunt geweest. Leefde fantastisch in Breda met 100 bussen, geloof ik, acties van Dagblad de Stem met andere bedrijven. Was echt een gekhuis. Het was toen ook, toen we gewonnen hadden en teruggingen, heel langzaam vanuit Rotterdam met bussen allemaal achter elkaar, werden we gehuldigd op het stadhuis en het was ook jazzfestival. Dat was met Hemelvaart. Dan moet je even zelf die kort doen, eerst nog niet einde. 1-0 Stanley Wies, 2-0. Ja, 2-0 maakte ik dan, hè. Ja, ja. Maar dat is ook de enige bal die ik goed geraakt heb in die wedstrijd. Ja, maar Nick was nog ziek zijn en het, en, het, en, het, en dat doelpunt was ook 50% geluk, want dat was een goede voorzet van Theo Dieriks. En die bal die valt ergens neer en ik sta als eerste op en ik zie hem gewoon recht vooruit. En ja, rechte kruising in. Nou, Schot van de wanhopige, maar het was wel de beslissing. Jullie waren helemaal geen favoriet, hè? We waren helemaal geen favoriet en die van NEC hebben ons echt ook onderschat. Maar ik moet wel zeggen dat wij een fantastische keeper hadden, Jan de Jong, die ons eigenlijk er doorheen gesleept heeft. Want er stonden grote namen in, hoor, bij NEC. Jantje Peters, Thijssen, Cas Jansen, Zijen Visser. Kronshorst of zo. Ja, Chris Kronshorst. De keeper was Schelkes, maar ja, die heeft daarna... Ja, die heeft altijd houtste hakken op zijn klote van Wielkeuren, om het zo te noemen. Dat hij daarna niets verdwenen is, helaas, voor die jongen. Want die maakte een enorme blunder bij de eerste goal natuurlijk voor Stanley Bies. En toen, dat was ik nog even aan het vertellen, kwamen we thuis en toen was het jazzfestival. Dus wij, de stad in natuurlijk, en overal in elk café waar je kwam, daar waren van die bandjes aan het spelen, stopte meteen, werd meteen hup, NAC werd er gezongen en we zaten op de schouders van de mensen. Het was echt een fantastische ervaring, ja. Trouwens, jij was volgens mij de eerste man voor NAC die de marketing goed heeft gedaan. Want je, op een gegeven moment, voor de wedstrijd, was je leraar en toen gaf je kartonnen petjes uit in de klas. Deel die uit. Ja, van de JSPC was dat. Die sponsorde natuurlijk, en dus die heb ik inderdaad uitgedeeld. Ja, 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 ja. Dus toch de eerste marketing? Ja, 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 ja. Wow. Maar van de marketing ben ik helemaal niet, Johan. Dus, Elke dag sta jij, tenminste elke week sta je nog als een van de weinige oud-internationals in de krant.
voor de Telegraaf? Ja, 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 dat doe ik ook al 40 jaar volgens mij. Rapporteur zijn van de Telegraaf. De laatste tijd merk ik dat het wat minder wordt, dat de beurten voor mij wat minder worden. Maar komen er weer andere mannen aan de onderkant bij, dus dat is gewoon een normale gang van zaken. Nou, dat bevalt me goed, vind ik erg leuk en zo blijf je nog betrokken. Hè? Ja, maar wel mijn voorbeeld, maatje ook Henk Wiggers erbij betrokken, Pleumstrik onder andere. En jij bent toch altijd wel genoeg. Maar jullie zijn ook altijd wel serieus bezig. Slecht is slecht, goed is goed, hè? Ja, natuurlijk. Ook bij NAC, hè? Niet gaan joemelen, hè? In de tijd dat ik NAC nog moest doen, want nu spelen ze eerste divisie, dus nu worden ze niet meer beoordeeld. Tenminste, niet door de Telegraaf. Voor voetballer van het jaar. Maar nee, als het slecht is het gewoon slecht. En ik ben wel redelijk kritisch hoor. Redelijk, ik denk behoorlijk kritisch. Ik heb ooit eens een keertje Romario een 2 gegeven. Ja, en die kwam niet uit de middencirkel. En die had de vorige avond gegarandeerd of gebloot of gezopen of nog andere dingen kun je wel invullen gedaan. Die kwam niet uit de middencirkel. Als die een bal ik herinner me een bal die uitgeschoten werd, die kwam op zijn borst. En die stuit uit de middencirkel en hij blijft zo staan kijken. En die postboot ook weer, Berry van Aan. Ja, ik geloof dat het die was. Die als een gek erachteraan en hij stond maar van, ja, die bal moet ik weer terug hebben. Zo, maar hij deed zelf niks. Dan heb ik hem een 2 gegeven. Heb ik nooit gedaan en dat is ook de enige keer. Oh jongen, wat ik voor telefoontje dat ik uit Eindhoven kreeg. Daar heb je natuurlijk helemaal geen verstand van, hè. Goed, dan toch de periode scout in NAC. En dan ben je, ja, je bent het geworden, maar je bent het op een, ja, je bent er eigenlijk uitgesmeed om het zo maar even te noemen. Uitsmijter, ja, ja, ja. Goed. Niet heel toevallig is het. Nee, dat is ook toevallig. Hebben we toevallig het item, de uitsmijter natuurlijk. Als heerlijk, heerlijk. Ja, nou, dat wou ik nog niet. Ja, je bent er bij NAC natuurlijk op een rare manier uitgesmeed om een beetje toepasselijk te maken. Vraag je die uitsmijter natuurlijk. Ja, dan ben ik nog mild. Ja, nee. Dat is, zo gaat het gewoon. En als er mensen zijn die besluiten om het anders te gaan doen, dan hebben ze daar natuurlijk het volste recht toe. Ik hoop dat het lukt. En ik vind het wel jammer, daar gaat het niet om. En of het de goede weg is, daar heb ik ook nog wel eens een keer even een bedenking over. Want ik vind toch dat ze uit moeten kijken dat ze de club niet verkwanselen, dat je baas in eigen huis blijft. Als dat allemaal gewaarborgd wordt en als je ook nog je eigen jeugdopleiding vooral ook in de gaten houdt, dat daar spelers uitkomen die niet geblokkeerd gaan worden door gehuurde spelers. Ja, als je dat allemaal kunt managen, dan kan het best een goede zet zijn. Dus kijk, en dat ze dan via Manchester City scouten en dat de technisch directeur zelf ook heel veel doet. Nou, dat is hun keuze natuurlijk, ja. Nou ja, dit is bijna het einde van het interview. Maar had je destijds, in 1973, stond er iemand buiten het stadion. Dat werd hij ook in de competitie al. De sportgids, programma en opstelling bij beide elftallen. Die van Nek heb ik. Ik wil het opstelling hebben van NAC tijdens de bekerfinale 73. Te beginnen met de keeper. Nou, ik vind het een terechte vraag overigens. Want het gaat vaak alleen maar over dat doelpunt van of Stanley Bies of van mij. Terwijl het elftal gewoon gedragen werd, juist niet door ons twee, maar door de rest. Dankzij die andere gasten die allemaal veel kwaliteiten hadden, want ze vragen wel eens wat was het geheim. Nou, dat is maar één antwoord mogelijk. We waren allemaal hartstikke goede voetballers. Jan de Jong in de goal was gewoon een fantastische keeper. En die wedstrijd was hij gewoon de beste wedstrijd die hij ooit gekiept heeft. Dat was echt fantastisch. Jantje Blom, die niet zo heel vaak gespeeld heeft, maar gewoon een type terrier zal ik maar zeggen. We hadden Aarti Graumans, natuurlijk het brein van de hele verdediging. Ook een fantastische voetballer, technisch gesproken. Maar die had ook de goede guts om eronder te klappen. Arie Den Motten, ook een super vorm die wedstrijd. Ad Bakker, prima. Middenveld hadden we Theo. Theo, Theo Dieriks uiteraard. Motor, Fransje Bouwmeester junior. Ja, een zeer onderschatte voetballer. Technisch ook van geweldige kwaliteit. Bertus natuurlijk, Bertus Kiewaas. Ja, die kun je ook wel voor een boodschap sturen. En voor hadden we Martin Vrijsen, die er net aankwam in die tijd. Die stond op rechts, ik stond op links. En dan Stanley Bies natuurlijk in het centrum.
ook altijd een lastig ventje, maar wij drieën zijn eigenlijk weinig aan bod geweest. Dus het was vooral aanvallen van nek en kunst- en vliegwerk. En ja, met één of twee uitvallen hebben we het gered. Ja. En daar profiteren we nog steeds van. Nou, dat schiet nu ook weer eens. Ik moet ook nog, we hadden nog de pech dat drie goede spelers van ons, Frans Vermeulen, Daan Schrijvers, Jan Verborg, dat die alle drie geblesseerd waren. Want anders waren we nog beter geweest. Nou, we moeten dus ook naar de bank zitten. Een van de sportiefste voorrondespelers wat mij betreft van Nederland. Ik heb je ooit graag in de Kuip gezien, maar je werd ooit eens benaderd door Wil Burger, door Ajax om het zo maar te noemen. Ook. Dat zijn je vergeven op dit moment. Ja hoor, graag. Goeie gezondheid. Ik vond het leuk om weer eens een keer te horen. Succes ook met je club NAC uiteraard. En met de voormalige Baroniers natuurlijk. Dankjewel. Oké, dan ga je goed horen. Smakelijk. Oké, nogmaals. Ja, proost. En eet smakelijk.